Wat drift beheerst het woedend heidendom? Misschien heeft u dat ook wel gedacht, toen u die aangrijpende, trieste, verschrikkelijke beelden zag van wat er plaatsgevonden heeft op het terrein van de Universiteit van Amsterdam. Waar op een verschrikkelijke wijze door pro-Palestijnse activisten huisgehouden is. Waar delen van de universiteit bezet zijn. Waar zalen en kantoren totaal gesloopt zijn. Waar de gebouwen beschadigd zijn. Voor honderdduizenden euro schade gemaakt is. En waar uiteindelijk de ME moest ingrijpen vanwege het ontzaglijke huishouden van studenten en allerlei andere relschoppers. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Een verzet tegen God en zijn volk. Het zijn hele ernstige ontwikkelingen, gemeente, die wij wereldwijd zien, hoe zich alles verheft tegen dat kleine landje Israël. Ook de aloude vriend Amerika, Biden onder druk van presidentsverkiezingen, de rellen op zijn universiteiten, wereldwijd zien wij dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Wat drift beheerst het woedend heidendom tegen God en zijn volk? Het is de eeuwenoude strijd van Haman, Hitler en vandaag de dag opnieuw. De strijd waarvan we al horen in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Tegen God en zijn uitverkoren volk. Maar ook tegen de kerk. Deze week was de oud-minister Rantsanen uit Finland in ons land op bezoek. En zij heeft ons ernstig gewaarschuwd voor de ontwikkelingen die zich ook in Nederland zullen voltrekken. En de wetgeving in Europa wordt er al op voorbereid. Een wet tegen haatzaaien. En u zegt natuurlijk dat is goed. Je mag geen haat zaaien. Maar zij heeft al 4 jaar te maken met achtervolging door de openbare aanklager omdat zij haat zaait. En wat is haat zaaien? In de ogen van justitie in Finland. Namelijk als je op je mobiele telefoon via Twitter of welk medium X ook kenbaar maakt met een bijbeltekst dat homoseksualiteit zonde is, dan is dat haat zaaien. En zo'n wet wordt dus voor heel Europa ook voorbereid. En het is niet onterecht geweest dat een half jaar geleden een professor, geen christen, maar het wel in bewogenheid gezegd heeft tegen christenen. Het kon wel eens zijn dat over 10 jaar de Bijbel een verboden boek is. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom.
De vorsten zijn vermetel saamgekomen, om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Meer dan duizenden jaren geleden is deze psalm gedicht. En vandaag beleven we opnieuw de werkelijkheid van deze woorden. Gemeente, dat kan je bij tijden ontzaglijk benauwen. Als je ziet wat er gaande is onder ons volk, wereldwijd, dan kan dat heel diep je hart raken. Zegt de Heer, waar gaat het heen? En tegelijkertijd leert het woord van God ons dat het steeds zo geweest is. En dat het waar is dat Gods kerk door vele verdrukkingen heen in zal gaan in het koninkrijk der hemelen. En vanmorgen horen wij die boodschap uit de profeet Nahum. We hopen met de hulp des Heeren vanmorgen en ook vanmiddag stil te staan bij de profetie uit Nahum 1. En waarom vanmorgen en ook vanmiddag? Omdat het vanmorgen in het bijzonder gaat over de eigenschap van God in zijn gerechtigheid, in zijn ijver. Dat God hier genoemd wordt een wreker. Een hele diep aangrijpende boodschap. En dan zou het kunnen zijn dat u vanmorgen zegt, die boodschap is wel heel eenzijdig. Nou, u zult vanmorgen wel horen dat dat niet zo is. Maar het accent ligt wel op die werkelijkheid. Dat God een wreker is. En vanmiddag hopen we dan stil te staan bij die andere eigenschap van God die we vinden in het 7e vers. De Heere is goed. Geleerde gemeente, waar komt het nou in uw en in jullie en in mijn leven op aan? Dat wij die twee eigenschappen van God persoonlijk, bevindelijk leren kennen. En vervolgen te kennen en steeds meer kennen. Wie God is, zoals hij zich in Nahum 1 aan u en aan jullie en aan mij openbaart. De Heere is een wreker en de Heere is goed. Met hulp des Heeren willen we dan vanmorgen gaan luisteren naar de woorden die we vinden in Nahum 1. En dan lezen we het tweede vers. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijen. En hij behaalt de toren aan zijn vijanden. Nahum 1, het tweede vers. En dan schrijven we erbij, hoe wonderlijk dat ook misschien kan klinken bij deze tekst. De Heere troost. In de eerste plaats met wie hij is. En in de tweede plaats met wat hij doet. Nahum 1, het tweede vers. De Heere is een wreker. Dit woord is tot troost. In de eerste plaats zien wij wie hij is. En in de tweede plaats wat hij doet.
De last van Nineveh. Zo begint deze profetie. En de kinderen denken bij Nineveh natuurlijk gelijk aan Jona. Jona die ook geroepen werd om tegen Nineveh te preken. Maar dat is inmiddels al 100 jaar geleden. Toen was Nineveh al een grote stad. Een grote stad Gods, zo werd het toen al genoemd. Een uitermate grote stad. Maar nu, 100 jaar later, is deze stad uitgegroeid tot de machtigste en grootste stad ter wereld. De muren besloegen meer dan 12,5 kilometer. De muren van de stad waren zo'n 16 meter dik. De stad telde voor die tijd het ongelooflijke aantal mensen van 120.000. Nineveh was het machtscentrum van die tijd. Het was de hoofdstad van het nieuwe Assyrische Rijk onder leiding van de tyrannieke Assurbanipal. Deze profetie is uitgesproken in het jaar 663 voor Christus. En wat voor tijd was het? Wel, zoals ik al zei, Assyrië verkeert op het hoogtepunt van haar roem en macht. Ze heeft zojuist haar grootste vijand Egypte in Thebe, de hoofdstad van Egypte, verslagen. En nu was er een wereldrijk ontstaan dat zijns gelijken nog nooit gekend had. En op het moment van deze profetie keren de legers terug uit Egypte, waar ze die hoofdstad Thebe hebben ingenomen. En ze verkeren in een overwinningsroes als ze terugkeren vanuit het zuiden naar hun stad Nineveh, die nu gelokaliseerd wordt bij Mosul in Irak. Zoek het maar eens op de kaart. Een geweldige, imposante stad. En nu zijn de soldaten onder leiding van hun generaals weer terug naar die grote stad. En voorop gaan de knechten met de bazuinen en overal roepen ze uit de grote overwinning van de koning op Thebe, op Egypte. En achteraan komen de allesvernietigende Assyrische legers. En op weg naar Nineveh trekken zij ook door het kleine Juda. En met arrogant machtsvertoon en met grote oorlogsbuit keren ze terug. En overal waar ze langs trekken, laten ze volkeren in complete ontreddering en verslagenheid achter. En als je de profetie leest, dan voel je dat in die woorden als benauwdheid, juk en banden. Woorden die erop uit zijn om aan te geven hoe de toenmalige wereld geknecht werd door het regime van Assyrië. Het was een overheersing die zijn weerga in wreedheid niet kende. Niet alleen namen ze alles mee, ze roofden goud en zilver, dat kun je lezen in het tweede hoofdstuk, maar ook werden ze door de profeet bestempeld als verscheurende en rovende leeuwen. In hoofdstuk 3 wordt van Nineveh gesproken als een hoer die de volken verleidt en verkoopt en slacht. En toen ik daar van de week nog wat over zat te lezen, moet je ook maar eens opzoeken over de opgravingen van Nineveh. En ze hebben toen een beeldhouwwerk gevonden. En daarop zie je dan de koning Assurbanipal zitten met zijn vrouw, zitten ze thee te drinken. En de boom waaronder ze zitten, daar zie je dan hangen het hoofd, het afgehouden hoofd van een overwonnen koning. Dat typeert de wreedheid van dit volk. Je mag het gerust vergelijken met de tijd van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Het was een tijd van uitbuiting en terreur. De Assyriërs waren steeds bezig
om de onderdrukte volken angst en schrik aan te jagen. In de oud-Assyrische geschriften is te lezen over massadeportaties, zware belastingen, openbare terechtstellingen, massa-executies. Wie zich tegen deze Assyriërs durfde te verzetten, werd levend gevild. Met een ijzeren vuist werden de volken waaronder Juda door de vreemde heersers geregeerd. Het vrede Nineveh beheerste de hele toenmalige wereld. En u begrijpt, voor het kleine Juda was het donker geworden. Geen enkele hoop op verlossing tegen zo'n machtige vijand. Enkel wanhoop resteerde. Alle hoop en verwachting, nu ook Egypte was gevallen, was de bodem ingeslagen. Niemand zou Juda hieruit ooit kunnen verlossen. Maar dan ineens. Ineens is daar een boodschapper, een profeet des Heren, met een boodschap. Niet in de eerste plaats tot Juda, maar met een boodschap voor dat machtige Nineveh. Een boodschap die hier aangeduid wordt met het woord een last. Meestal bij de profeten zoals Hosea of Jesaja lezen we het woord des Heren geschieden tot Ezekiel. Maar hier staat een last. En het woord last dat betekent, en dat is het grondwoord, de stem verheffen. En daarom mag je dat woord ook wel vertalen als een godsspraak. Een boodschap van de Heere die met een luide stem gebracht moet worden. Maar dan zit er ook in dat woord opgesloten dat het met name een boodschap van gericht is. En zo zou je mogen zeggen, een last is een boodschap van de Allerhoogste Rechter die het vonnis velt over de volken en hun zijn rechtvaardige wraak aanzegt. En dat moest nou deze profeet Nahum gaan doen. Hij moest de boodschap gaan brengen aan dat machtige Nineveh, dat God een wreker is. En tegelijkertijd is dat nu juist voor Juda een troostvolle boodschap. Dat de Heere een wreker is. Een boodschap als een lichtstraal te midden van de duisternis. In de uitzichtloze situatie waarin dat volk terechtgekomen was. Een bijzondere heftige boodschap. Als wij dat zo samen nog eens een keer lezen, ons tekstwoord, en je laat dat tot je doordringen, hoe intens die boodschap is. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders. En bijhoudt de toren aan zijn vijanden. Wel, als je die woorden hoort, dan voel je als het ware vanzelf bij je binnenkomen. Is God echt zo? Is God een wreker? Dat past natuurlijk helemaal niet bij het moderne levensgevoel vandaag, dat ook de kerk binnengekomen is. Een kerkdienst, zo lezen wij, moet het tegenwoordig fijn zijn. In een kerkdienst moet het tegenwoordig gezellig zijn. Nou ja, dan begrijp je wel dat zo'n boodschap uit Nahum nou niet zo gezellig is.
Als daar het woord van God verkondigd wordt dat God een wreker is. En zeker in onze dagen en met onze taal hebben wij een afkeer van dat woord wreker. En dat is te begrijpen als het gaat over de betekenis die het vandaag heeft. Bij ons heeft het woord wreken iets negatiefs. Bij ons heeft het woord wreken iets wat verbonden is met een eigenmachtig optreden. Wreken gaat vaak tegen de wet in. Wreken heeft een immoreel karakter. Wreken, dat doe je uit rancune. Bij wreken denken wij aan haat en wreedheid. En als het gaat over wreken, dan denken wij natuurlijk aan die man Lamech, die daar tegen zijn vrouwen Ada en Zilla zei: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Wel, als je hiernaar luistert, dan zeg je: ja, maar dat heeft toch niets te maken met God. Dat God in iets lijkt op deze Lamech. Wreken, dan denken wij aan de maffia in Italië. Die wreekt wanneer iemand niet betalen wil. Dan wreken ze zich op die man en zijn familie. Wreken, dan denken wij aan de islam, aan de eerwraak. Als een vrouw overspel gepleegd heeft, dat ze dan vermoord moet worden. Eerwraak. En is God dan te verbinden met dat woord wreken? Goed even meedenken, gemeente. Dan begrijp je natuurlijk wel dat dat niet zo is. God als wreker heeft niets te maken met Lamech of met de maffia of met de islam. Maar wat bedoelt de Heere dan als hij de opdracht geeft aan Nahum om tegen het volk van Nineveh en daarin ook tegen zijn eigen volk te zeggen: ik, de Heere, ben een wreker? Wat bedoelt de Heere dan? Wel, luister maar. Wreken, als het gaat over God, betekent dat God het recht herstelt. Wreken, dat doet God als hij het kwade niet langer kan dragen. Wreken wil zeggen bij God vandaan dat hij vergelding zal doen over het kwaad. Zou mogen zeggen: Gods wraak is een reactie op onrecht, op het onteren van zijn naam. En gemeente, dan moet u dat maar even opzoeken. Ik geef u daar even de tijd voor. Maar dan willen we even met elkaar een stukje lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium, het laatste boek van Mozes. En dan zoeken we samen even op hoofdstuk 32. Want anders zou u misschien kunnen denken: ja, dat is dan misschien alleen in de profeet Nahum dat God zich bekend maakt als een wreker. Maar reeds ook Mozes schrijft in zijn afscheidslied, nota bene. In zijn lied zingt hij over God als de wreker. En laten we dat maar eens even samen lezen. Deuteronomium 32, en dan lees ik met u bijvoorbeeld vers 35. En daar staat het: mij is de wrake en de vergelding. En als we dan lezen in vers 41.
zo zal ik de wraak op mijn tegenpartij dus doen wederkeren. En als je dan weer verder leest in vers 43, juicht gij heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed zijner knechten wreken. Dan zie je dus in dat lied van Mozes, zijn afscheidslied, dat hij ook daarin al aan het volk voorhoudt dat God een wreker is. Maar als je dan die teksten leest in de context waarin ze geschreven staan, dan zie je dat God recht zal doen als zijn volk wordt onderdrukt, als zijn volk onder de voet gelopen wordt, als zijn volk bespot en veracht wordt, dan is God aan zijn volk verbonden en in zijn wraak neemt hij het op voor zijn volk en zal hij recht doen aan zijn volk. En daarom staat er ook in dat laatste vers wat we lazen, vers 43, juicht zijn volk als God zijn wraakgericht gaat houden. En zo moeten wij dus zien, als hier staat dat God een wreker is, dat hij het opneemt voor diegenen aan wie onrecht gedaan wordt, aan zijn volk. En als God de wreker is, dan wil dat zeggen dat hij het recht zal herstellen. En God treedt op als wreker wanneer zijn naam en zijn eer geschonden worden. Want hij weet zich aan zijn volk verbonden. Dat volk is zijn volk. En wie zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En ik hoop dat je het nu gaat begrijpen. Wat een troostvolle boodschap het is voor dat volk om te horen dat Nahum tegen Nineveh gaat zeggen: denk erom, Nineveh, wees gewaarschuwd. De Heere, de God van Israël, is een wreker. Hij is een ijverig God. Hij is een grimmig God. Een wreker is de Heere. Als een lichtstraal in een inktzwarte nacht klinkt die boodschap voor het kleine Juda tegen het machtige Assyrië, het vrede, meedogenloze, overmoedige Assyrië, klinkt de boodschap: God is een wreker. En dan klinken daarin meegemeente de woorden uit Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots ook Assyrië zijn vijand wezen moog, hij zal voor het ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Gij zult en daar geen glans verschijnt, als er ook een dam die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze Assyrië wordt haast tot as. Het zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor het gloeiend kolen. De Heere is een wreker. En dat doet het kleine Juda zingen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Dat is de troostvolle boodschap die er ligt in dat aangrijpende woord: de Heere is een wreker. In onze tekst wordt verder van God gezegd, en dat is ook goed om daar even bij stil te staan, dat hij een ijverig God is. En dat woord komen wij ook tegen in het tweede gebod,
waar de Heere zegt dat zijn volk geen gesneden beeld van hem mag maken en zich niet voor een beeld mag buigen en dat beeld mag dienen, want ik, de Heere, ben een ijverig God. En wat betekent dat dan? Wel, ijverig zou je hier ook mogen vertalen met een jaloers God. En dat is een heilige jaloersheid. En wat bedoelt de Heere dan? Wel, dat kun je heel goed begrijpen als je getrouwd bent. En als jij met je vrouw op een terrasje zit wat te drinken, en je ziet dat je vrouw zit te lonken naar een andere man, dat gevoel wat dan in je hart als man naar boven komt, dat is jaloersheid. En dan in die zin, je bent toch mijn vrouw? Je hoort toch bij mij? Je hebt toch je liefde aan mij gegeven? En zo is het ten volle bij de Heere. Als zijn volk Israël, zoals hier in dat tweede gebod staat, beelden gaat maken, gaat buigen voor afgoden, dan is God een ijverig God, een jaloers God. Hij duldt het niet dat zijn volk, waar hij zijn leven voor gegeven heeft, longt naar de afgoden. Wel, die beleving die je zelfs als man al hebt, wanneer je vrouw longt naar andere mannen. Wel, dat is bij God volmaakt. En dan is hij een ijverig, een jaloers God die het niet duldt dat zijn kerk, die hij met zijn bloed gekocht heeft, haar hart gaat geven aan de wereld. De Heere, hij is een ijverig God. Een jaloers God, een grimmig God. Hij is een wreker. Geliefde gemeente, dat brengt ons natuurlijk tot de vraag: hebben wij God zo leren kennen? Want God is een wreker. God is ijverig. God is grimmig. Hebben wij God zo leren kennen? Die vraag is terecht, gemeente. Want Mozes spreekt er in Psalm 90 over. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Die heilige toren van God als een wreker over het onrecht. Ik vroeg het u, ik vroeg het jou, ik vraag het mijzelf. Mozes zegt dan ook: wij vergaan vanwege uw toren. Wij kunnen voor u niet bestaan. Als u een wreker bent over het onrecht dat ik gedaan heb. Denk maar eens aan wat David schrijft in Psalm 51. Hoe hij daar toornt over de zonden die hij bedreven heeft. Paulus spreekt over God in Hebreeën 12. Als een verterend vuur. En denk eens aan het aangrijpende woord uit Jesaja 33. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen: wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Neem die vraag mee, gemeente, onder het vervolg, als we verder luisteren.
Nahum, hij schetst de Heere in zijn grote kracht. Want als God een wreker is en hij recht zal doen aan zijn volk en het onrecht van Assyrië straffen zal, dan moet hij toch wel de almachtige God zijn. Wel, dat laat Nahum ook zien als je die profetie nog eens rustig leest in de versen 3 tot en met 6. Dan zegt hij, de bergen zullen voor Gods aangezicht beven. De zeeën zullen verdrogen. Zoals dat gebeurd is toen de Heere Israël droogvoets door de Zelfzee leiden. Dan schrijft hij dat de gloed van Gods toren brandt. Dan versmachten de vette weiden van Bazan. Dan verwelken de bloemen van Libanon. En heeft Lot en Abraham dat niet gezien toen God Sodom en Gomorra omkeerden? Nahum vergelijkt de grimmigheid en de toren van God met een vuurstroom waarvoor niets en niemand tegenhoudt. En ongetwijfeld, jongelui, hebben jullie wel eens zo'n vuurspuwende berg gezien? En dan die rood gloeiende lava die eruit kwam en neerstroomde over de hellingen van die bergen. Was er iets tegen die lava bestand? Niets. Wel, dat zijn de beelden die Nahum gebruikt om Nineveh, om Israël en ons te laten zien wie God is, de wreker. En zo zal hij het wereldbedreigende macht van Assyrië teniet doen. Alles zal voor hem buigen. Meent, ik kom terug op die vraag. Hebben wij God zo leren kennen? Gemeente, er zijn heel veel mensen in de kerk die nog wel in God geloven. Maar wat voor een God? Wel een hele lievige God. Een God die bij je is als je het moeilijk hebt. Ik hoorde eens het woord zeggen, tegenwoordig geloven ze in een therapeutische God. Een God die een therapeut is. Die al jouw problemen in dit leven oplost. Dat is een beeld wat heel veel mensen in de kerk van God hebben. God, daar kun je met al je problemen terecht. God lost alles voor je op. En dat klinkt ook in heel veel liederen door. Zo is God, de lievige God, de therapeutische God. God waar je altijd terecht kan, die naar je luistert, die bij je is. Ik las eens van een predikant die schreef, vandaag zijn er veel mensen die Gods beeld met wat zoetige pasteltinten inkleuren. Helpt God dan niet in nood? Is God dan niet bij je als je gaat door het dal van de schaduw des doods? Jazeker. Maar dat is hij voor zijn kinderen. En wie zijn zijn kinderen? Wel, dat zijn zij die God hebben leren kennen als de wreker, die geen onrecht verdragen kan. Zij hebben zijn toren leren kennen, waarvoor zij niet kunnen bestaan. En zij hebben hem nodig gekregen, de gekruisigde.
En als er één beeld is, geliefde gemeente, wat in uw hart gegrift moet staan, laat ik zeggen twee beelden. Twee beelden die in uw hart gegrift moeten staan. Waarin wij zien dat God een wreker is. En dat is allereerst Gethsemane. Waar Christus zegt, ik ben geen man, maar een worm. Waarom? Omdat God een wreker is. Daar werd zijn zweet veranderd in droppelen bloed. Omdat God een wreker is. En de volle toren van God over het onrecht van al de zonden op hem is terechtgekomen. Laat dat beeld van Christus in je hart gegrift worden. En in de tweede plaats, als hij daar hangt op Golgotha's kruis. En waarin hij die totale godsverlatenheid het uitroept. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Omdat ik de Heere een wreker ben. Daar heeft hij zijn heilige vraag. En zijn heilige toren en zijn grimmigheid ten volle zichtbaar gemaakt. Begrijpt u het, gemeente? Dat wij God moeten leren kennen als de wreker. Opdat we hem nodig krijgen die de wraak Gods ten volle gedraagt. En voor dat volk dat nou Christus nodig krijgt. Voor dat volk dat buiten hem niet leven en zonder hem niet sterven kan. Voor dat volk is God genadig, langmoedig en van grote goede tierenheid. Gaan we daar vanmiddag nog uitgebreid op in. Maar ik wil het u hier meegeven, meedenken, meevoelen, meebeleven. Zo is God en ken ik zo de Heere. En dan staat er zo troostvol bij. Wie is nou een wreker? Heb je het gezien? Is het je opgevallen? Heere met hoofdletters. En wat betekent dat? Ik ben de getrouwe. Ik ben die ik ben. Ik ben nabij het volk. Ik ben de getrouwe die niet verlaat het werk dat mijn handen begon. Had Juda er recht op dat Heere zich heilig wreken zal aan Nineveh? Nee. Want weet je, wie is de koning? Manasse. Manasse die straks door die vrede koning met een haak in zijn neus weggevoerd wordt naar Nineveh. Nee, Israël had er geen recht op. Maar God is trouw aan zijn eigen woord. God is trouw aan zijn verbondswoord. De Heere
Hij blijft de getrouwen aan dat volk, ondanks al hun ontrouw. Gemeente, ik zie dat de tijd voorbij is. De last tegen Nineveh. Het heeft nog 50 jaar genadetijd gekregen. 50 jaar is de Heere nog langmoedig geweest over Nineveh. En dan breekt het jaar aan van Gods wraak, 616. En dan komen de Meden en de Perzen. En heel Nineveh, met zijn dikke muren, wordt compleet verwoest. Blijft geen steen op de andere staan. Al de paleizen, alle poorten, 15. Heel Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Want God is een wreker, langmoedig. Maar er komt een eind aan het geduld van de Heere. Houd u dat vast. God is een wreker. Ik las het van dominee Smits toen hij landarbeider was. En hij achter de paarden liep te ploegen. En hij zei, de aarde werd nat van mijn tranen. Van verwondering dat God nog niet de aarde voor mij geopend had. God is nog langmoedig. Hij was het voor Nineveh. Hij was het voor u. Hij is het voor ons nog. Maar weet, God is een wreker. Er komt een dag van zijn wraak als u zich niet bekeert tot hem. O gemeente, het is zo aangrijpend dat je die woorden van God horen kan. De Heere is een wreker. En dat het je niks doet. Zit je misschien vanmorgen zo in de kerk? Ik hoop dat je ervan schrikt. En zegt, Heere, nou laat u het na hem zeggen. Tot 3 maal toe, zo krachtig. De Heere is een wreker. En ik luister erna. En ik blijf onbewogen. Grijpt je dat dan niet aan? Als die werkelijkheid je verkondigd wordt. Hoe dat het je vanmorgen raken mag. Dat Gods lieve geest je ervan overtuigen mag. En kind van God, wat een troost. De Heere is een wreker. Hij zal opstaan tot de strijd. Ook voor zijn volk Israël. Ook voor zijn kerk, hoe benauwd het ook zal zijn. Hij zal nabij zijn. En dat mogen ook vanmiddag horen, als hij het belooft in het 7e vers. De Heere, ik ben goed. Ik ben ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Amen.